Waar u allemaal Paulien na doet, geef ik u alvast aan dat zometeen bij de start tussen deze hekken door, zodat de tijd ook goed opgenomen wordt, zometeen tussen de hekken door naar links toe loopt. En dat u wel een klein beetje voorzichtig daar moet zijn, want hier op het gras is het een beetje glad. Het zou vervelend zijn als u na 25 meter al uitgevallen bent, dat zullen we, dat is ook niks. Neergevallen. U gaat er tussen deze hekken door, u doet een flauwe bocht naar links en dan komt u buiten te rijden en dan gaat u naar rechts. Kijk maar vast even naar het publiek langs de kant. Als u er ook soms helemaal klaar voor gaat staan, zodat we even kunnen juichen als ze gaan vertrekken. Hè? Dat is wel leuk, een beetje klappen. Doen zo meteen anderen voor u ook. Dus. Moedig ze nog even aan. De eerste bocht gaat in ieder geval goed, ook al is het glad. Zometeen ook voor de andere, pas op hier, het is hier echt hartstikke glad. En dan gaan ze richting de dijk. Er zijn ook een heleboel mensen die 10 kilometer zometeen gaan rennen. Als die zometeen deze kant op komen, dan gaan we de warming op tafel doen. En dan mag je straks een pak op. Dus we gaan gewoon aftellen vanaf 5. Ik wens u in ieder geval allemaal heel erg veel plezier, heel erg veel succes. Ik hoop op snelle tijden en ik ga proberen u dan te herkennen als u weer binnenkomt. Dat is altijd een grote uitdaging. Wij gaan aftellen. 5, 4, 3, 2, 1. En succes allemaal. En die lieve vrouw ook al. Oh, wat is die zeg? Mooi is ook als je nou koud daar naar de straat wil rennen, kun je nog voor ze klappen. Voor degenen die hier nog zijn, straks gaan we ook nog 5 kilometer lopen. Volgens mij begint dat om 10:30. Dan beginnen we een paar minuten om 10:50. En dat doen we denk ik weer voor bij de. Dat is heel vervelend. Dus mochten we iets vinden hier op het terrein. Dus
heel fijn als we het even naar de inschrijfbalie willen brengen. Allemaal flink klappen, daar gaan ze. En nu ook de 5 kilometer van start is er... Dus, 15 minuten en 53 seconden, gefeliciteerd. Ben je tevreden? Ja. Nieuw record? Ja, dat kan niet helemaal eind. Oh. Nee, dus het is geen optie. Nee. Dat is de juiste afval. Roldi is in ieder geval binnen. En binnen de 16 minuten. Dus dat is wel heel erg knap. Dan zie ik allemaal mensen bij de straat staan. Als u nou een beetje naar mij zwaait als de volgende er zo ongeveer aankomt. Daar komt de nummer 2 aan. Dit is Bas. Hartstikke snel gelopen, Bas. Bas van de Brand. Het is Bas. Applausje allemaal voor de nummer 2, Bas. Hey, 149. Bas, toch nog heel hard gelopen, hè? Auw, zeg. Auw. Hartstikke goed. Ja. Tijd van 18 minuten 40, Bas. En daar komt de volgende aan. Nummer 146. En ook nog binnen de 19 minuten Tuin van Schaaien, gefeliciteerd. Netjes hoor. En daar komt ook de nummer 4 al aangerend. Dat is echt snel. Mooi toch? Oh, die heeft er ook al in. Ja, 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 ja
is zomaar 400 meter, dat is 2 minuten. Nummer 140. Alex Brinkman. Hele goede tijd. En daar komt de volgende aan. Nummer 115. Netjes hoor. Dat is de eerste 10 kilometer lopen. Matthijs van Schaien. In een tijd van 34 minuten en 48 seconden. Zo, zo. 10 kilometer. Nou al. 10 kilometer. Een heel snel parcours. Ja, het is allemaal recht toe, recht aan. Ik zie de eerste dame zie ik aankomen. Lekker gedaan, welkom. Mijn kinderen lopen ook, maar niet zo hard. Prijswinnaar bij de dames. Geef haar een daverend applaus. De laatste loodjes, nog een klein sprintje. Nummer 145, Isabelle van Schaien. Ik zie allemaal dezelfde achternamen, dus ik denk dat de familie de prijzen allemaal mee naar huis neemt vandaag. En ik geef een beetje flink in de microfoon tetteren, ook voor de mensen binnen, want de eerste komen dus al over de finish heen. Dus als je voor iemand komt om iemand aan te moedigen, kom gerust deze kant op. En in de verte zie ik weer iemand aankomen. Geef hem een daverend applaus. De laatste meters. Loodjes. En hier over de finish heen. 10 kilometer, Tom van Dalen. Nummer 2 bij de heren. Gefeliciteerd. Ja, dat is ideaal, ja. Ja, maar dit was echt.
Oh, ik zie in de verte weer iemand aankomen. Hè? Twee zelfs. En een eindsprintje ook nog. Nou, nou. Nou, Jeroen, kom op. En de derde plaats bij de 10 kilometer. Jeroen Laros, gefeliciteerd. En daar hebben we Wilco ter Meer. Netjes Wilco. Gefeliciteerd. Fijn dat je er bent. Kijk, dan komt nog een heer aan en daarna komen er een heleboel dames aan. Die zitten ook allemaal nog in de prijzen, denk ik. Gert Vermeer, 25 minuten en 55 seconden. Daar komt Merel van Ommeren, nummer 2 bij de dames, 26 minuten en 4 seconden. En dan nummer 3 bij de dames. Binnen de half uur, hè? Ruim binnen de half uur zijn. En nummer 4, Esmee, goed gedaan. Ze wacht op de eerste 10 mijl. Dan komt nummer 127. Bart Onderstal. En de nummer 4 bij de 10 kilometer, Gerben Bijl. Nou, dat is wel een hele mooie tijd eigenlijk. En ook de volgende. Welk nummer heb jij? Nummer 94. Die was het chipje kwijt, maar het is Kasper Krijger in ieder geval. En daar komt nummer 129. Goed applaus, Wijnand Klaassen. Dit is kinderachtig, gewoon zonder het nummer erop. Maar goed, in ieder geval gefeliciteerd, Floor Rijmers. Nummer 133. En daar komen de volgende alweer binnen. Nummer 114, ook 10 kilometer gelopen. Paul van Dalen. Binnen de drie kwartier. En Dinja van Haastad. Oh, en iedereen ziet er nog redelijk fris uit, dus dat is ook hartstikke goed. Ja, goed hoor. High five. Neem even wat te drinken, een beetje bijkomen en dan gauw iets warms aan. Nou, publiek geeft ze allemaal een daverend applaus. De volgende komen eraan, nummer 144. Kees van Herikhuizen. En Laura van Eldik. De laatste loodjes, goed gedaan. Annemieke de Keizer. En Adrie de Keizer. Goed gedaan. Neem wat te drinken.
Het is ook wel echt, de laatste meters zijn hier ook wel het zwaarste, heb ik gezien. Want ik zie het water omhoog spatten. Nummer 108. Paul Barnhorn. Helemaal uit Noordwijk, zie ik. Om hier in Eckewiel te komen rennen. Nou. En nummer 126 is er ook, Herman Usinus. Goed gedaan. Esther Westrink, Aaron van Doorn, goed bezig. In een half uur. Komt de volgende aan. Geef haar een groot applaus. Nummer 128. Kirsten Vinken. 31 minuten en 13 seconden. Ik denk dat Vinken jou nog niet verwacht had. Ze kijkt tevreden, dus dat is goed. Ja, hartstikke tevreden, dat is mooi.